Vandaag zijn we hier in Brugge, cultuurstad bij uitstek. We zijn in OVA, een school voor secundair onderwijs, een school van 650 leerlingen. We vinden cultuur op school heel belangrijk, zeker in een tijd waar ouders misschien te veel aandacht besteden alleen aan wiskunde en wetenschappen en talen, willen wij zeggen, kijk, cultuureducatie is echt wel een meerwaarde voor de jongeren. Cultuur in de Spiegel hebben wij gekozen omdat er een duidelijke visie zit achter wat is cultuur op school, want dat is een zeer breed begrip. Maar cultuur in de Spiegel heeft niet alleen een visie, maar ook een methodiek. En we hebben ons daarin verdiept. Er is een pedagogische studiedag geweest waar Lode Vermeers uitleg is komen geven. En nu proberen we dat heel concreet te realiseren in een project dat we in mei voor alle leerlingen gaan organiseren. Cultuur in de Spiegel is enerzijds de naam van een theorie die het fundament is van het project. En daarnaast is het ook de naam van een onderzoek dat in verschillende scholen in Vlaanderen liep en dat we nu in andere scholen eigenlijk verder aan het uitrollen zijn. Wat we met Cultuur in de Spiegel trachten te doen is enerzijds de aandacht vestigen op cultuur, niet alleen als vakinhoud of als leergebied, maar eigenlijk gewoon als belangrijk gegeven in het leven van jongeren en kinderen vandaag. Hoe gaan scholen daarmee om? Wel heel divers. Een omzetten van een theorie naar een praktijk kan op velerlei manieren. De meest evidente manier is natuurlijk een project, een cultuurproject organiseren. Over een aantal dagen of over een aantal weken in de schoolcontext. We willen de leerlingen op een bepaalde manier cultuur bijdragen, maar niet gewoon in de dagdagelijkse lessen. We willen het op een groter vlak doen en gedragen door alle collega's, waardoor het niet een individueel iets wordt door één collega, maar iets algemeens. En daarom hebben we een project ingediend. Eventjes geleden hebben we daarover nagedacht. En nu willen we daar dit schooljaar werk van maken in de vorm van een driedaagse doorbreking van de lessen, waarbij de leerlingen dus met verschillende vormen van cultuur in aanraking zullen komen. We hebben gekozen voor de titel Het smaakt. Dat is meteen een Brugse titel. En het betekent zoveel als het smaakt. Het bevat ondertussen ook een heleboel dingen naast alleen over eten. We hebben het ook over de smaak van cultuur in het algemeen. Het kan even goed gaan over kledij, het kan gaan over kapsels, over muziek. We zien het heel ruim. En daar gaan we de komende maanden nu vorm proberen aan geven. Ter voorbereiding daarvan was wel heel fijn eigenlijk. Was het de bedoeling dat wij op school op zoek gingen naar onze tegenpool op het vlak van cultuur. Dus mensen die heel veel bezig waren bijvoorbeeld met de dansvoorstellingen, filosofie, die konden in één keer gekoppeld worden aan mensen die daar echt totaal geen kaas van hadden gegeten. En die bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd waren in stand-up comedy of koken. Dus mochten wij in de aanloop daarvan op zoek naar onze cultuurdate. Uiteindelijk zijn er een aantal hele goede matches uitgekomen. Dat was wel fijn eigenlijk. En die zijn allemaal getrakteerd op een cultuurcheck van onze directeur. En die mochten dan samen op stap om elkaar nog beter te leren kennen. In deze school is er altijd al veel aandacht geweest voor cultuur op school. Maar ik vond dat het ook nog meer moest vertaald worden naar voor alle leerlingen en ook zoveel mogelijk geïntegreerd in de lessen. We wisten dat je kon beroep doen op een cultuurexpert en we hebben dus een aanvraag ingediend. Als externe begeleider hebben wij Koen Krul gekregen, een docent aan Vives, die ons in eerste instantie een soort theoretisch kader heeft geschetst. Want je kan nog zoveel aan cultuur-educatie doen. Heel vaak zit je een beetje in dezelfde ideeën en in dezelfde pool. Ook al de dingen die je vaak in je klas al gebruikt. Een tijd geleden was er vanuit de overheid het aanbod van we gaan een vorming opzetten, een tiental sessies. Ja, ik was al een tijdje met kunsteducatie, cultuur-educatie, want ik ben ook lerarenopleider, dus ik ben daar ook mee bezig. In een project kunstvakken, maar ook binnen leraar lager onderwijs en kleuteronderwijs van hoe kunnen we cultuur en kunsteducatie een goede plaats geven. Dus die opleiding komt erbij. Ik heb me dan ook ingeschreven en ik mocht meedoen. Ik was ook zeer blij dat ik mocht deelnemen. En je hebt eigenlijk een netwerk van onderwijsmensen en ook mensen uit de cultuursector. En ook zo het overleg en het samen nadenken over dat ene ding, cultuureducatie, dat sterkt u wel. Je krijgt verschillende visies. De bedoeling is om daar uw eigen ding mee te doen.
En dan ook te zien wie jij bent als educator om daarmee aan de slag te gaan. Het heeft me wel toch wat doen nadenken, maar ook wat versterkt in de dingen waar we mee bezig zijn. Koen is begonnen met sleutelvragen aan ons voor te leggen die we moesten beantwoorden om een klein beetje structuur nog meer te krijgen in het aanbod dat we hadden van de pedagogische studiedag. We hadden allerlei losse ideeën en we gingen echt overal. Als je dat op die manier uitwerkt, ga je een heel verscheiden en weinig inhoudelijk rechtlijnig project hebben. In een thema kun je eigenlijk zonder probleem je pedalen kwijtraken. En we gaan dit doen en dit doen en dit. En dat is ook heel fijn. In de brainstormfase mogen er ongelooflijk veel ideeën zijn. Maar op een bepaald moment moet je gerichte keuzes maken. En kan het niet freewheelen zijn of blijven allerlei dingen aanbieden. Ja, en aan de hand van die sleutelvragen konden we dan eigenlijk naar een gepast systeem gaan waarbij we die 3 dagen konden vormgeven. Een sleutelvraag is eigenlijk een soort van open vraag waar je in het project een antwoord wil op vinden. Vragen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, die ook uiteraard met cultuur te maken hebben, die ook uitnodigen tot onderzoek. En waar dat antwoord nog niet meteen gekend is. Koen Krul zorgde er eigenlijk voor dat hij op een gepaste manier onze weg heeft gegeven in het aanbod van ideeën om naar de juiste workshops te gaan. En de professionele manier van dat kun je nu doen. Ja, allemaal dingen waar wij totaal geen weet van hadden. Uiteindelijk is de bedoeling wel dat de leerlingen door hun ervaringen of door hun denken, dat ze bewuster worden van waarmee dat ze bezig zijn. En wat cultuur betekent voor hen. In dit geval concreet wat dat smaakbeleving betekent. Maar ik ben ook een voorstander dat leerkrachten ontwerpers zijn van onderwijs. Geen uitvoerders van onderwijs, ontwerpers. Dus die eigenlijk zien van, kijk, wat heeft mijn doelgroep nodig? En hoe kan ik hun versterken in een cultureel bezig zijn. Maar ook zo eens over de vakken heen kijken, dat is ook belangrijk. Ik denk ook dat dat de toekomst is, om zo een beetje de strikte vakken wat te verlaten, ten voordele van wat bredere competenties. En ik zie ook dat de nieuwe eindtermen die er nu aankomen eigenlijk uitnodigen om wat breder te gaan denken. Zeker die competenties rond cultureel bewustzijn en culturele expressie nodigen echt wel uit om breder te denken en om cultuur eigenlijk in elk vak een stuk te integreren. Een van zijn belangrijke inbrengen is ook dat hij zegt van cultuureducatie, dat is niet een klassieke les, maar je moet echt wel proberen de 4 culturele vaardigheden in je thema te verwerken. De culturele vaardigheden zijn natuurlijk een hulpmiddel om die vragen, om daar antwoorden op te verzinnen. Hè. Door waar te nemen, door je verbeelding te gebruiken en te verbeelden, letterlijk ook. En ook door te onderzoeken en te analyseren. Dus die 4 vaardigheden zijn eigenlijk wel kapstokken om die sleutelvragen te kunnen beantwoorden. Leerkrachten zijn zeer goed in 2 van de 4 vaardigheden, namelijk het conceptualiseren, dus dat betekent dingen benoemen, categorieën maken, zaken indelen, zaken vergelijken. Leerkrachten zijn ook heel goed in het analyseren, verklaren, maar waar ze minder goed in zijn, en dat is dan de bijdrage van Koen Krul om ons daarop te wijzen, is eigenlijk het waarnemen en ook van het verbeelden. Dus dat hielp ons wel om dan toch nog creatiever na te denken of dat bepaalde punt nog een beetje aan te dikken in het brainstormen. Ik zeg altijd, hou het warm. Hou het warm wil zeggen, laat de ideeën niet verloren gaan. Bijvoorbeeld door katernen uit te geven rond smaak en rond het thema. Die cultuurkaternen waren eigenlijk 4-bladige uitgaven eigenlijk, waar telkens 1 aspect van cultuur in de spiegel, een beetje theoretisch, maar ook met concrete voorbeelden werden uitgelegd, zodanig dat leerkrachten eraan herinnerd werden van kijk, we moeten vanuit een visie werken op cultuureducatie en niet zomaar wat leuke activiteiten programmeren. Ja, maar hij bleef maar zo. Dus die meneer die hem kwam halen op het De site cultuurspiegel.be heeft ons eigenlijk wel heel goed geholpen, omdat je als je naar die site surft, meteen de 4 cultuurcomponenten ziet waar je kan op werken als team. En dan aangevuld echt met concrete voorbeelden. Dat is wel handig. Dus als je denkt, oké, we doen nog te weinig aan waarnemen, wat kan je dan precies doen? Daar staan een aantal hele goede tips die ons echt wel hebben vooruit geholpen. En vandaag is onze Jules man geworden, dus applaus voor Jules.
We zoeken ook de middelen en we zoeken naar sponsors en we doen ook beroep op Canon Cultuurcel, op het Dynamo-project. Er is ook een sponsoring van Sera. Een van de domeinen waar we in investeren is kunst en cultuur. En binnen dat domein hechten we heel veel belang aan cultuureducatie. Want we willen kunst en cultuur openstellen voor kinderen en jongeren. En Cultuur in de Spiegel is een heel mooi kader om rond te werken. Canon Cultuurcel en Sera zijn dus eigenlijk partners in dit project. Wat doet Sera in dit project? Sera organiseert mee de inspiratiemomenten, lanceert ook de oproep naar de scholen toe. En daarnaast geven wij de scholen ook financiële ondersteuning. En Olva Assebroek is daar bijvoorbeeld eentje van. Zij kunnen dus op onze steun rekenen wat betreft coaching en ook financiering. Als we natuurlijk dat doel willen bereiken, dat we in dezelfde lijn kunnen doorwerken, dan moeten we daar ook werk van maken. En in die zin hopen wij ook op termijn om samen te werken met het deeltijds kunstonderwijs in het kader van het project Kunstkuur. Dus dat betekent dat je een leerkracht van het deeltijds kunstonderwijs kunt toevoegen aan je korps om eigenlijk aan een soort co-teaching te doen. En die samenwerking met deeltijds kunstonderwijs zal er toe leiden, denk ik, dat die vier vaardigheden nog meer in evenwicht worden in de lessen geïntegreerd. Anders dan liegen om de dingen mooier te maken. Voor mij zelf met Cultuur in de Spiegel lijkt mij het grootste voordeel dat je op een efficiënte en professionele manier cultuur kunt binnenbrengen in je school op een grotere manier dan wat je zelf zou aankunnen. We willen eigenlijk gewoon proberen om het gat in een cultuur, het is echt een cliché, maar dat toch een beetje te plamuren op de een of andere manier en proberen om hun wereld een keer een beetje open te trekken. Als je mensen in contact kan brengen met een fotograaf of met een topchef, dan gaat er echt een hele andere wereld voor hen open. En wie weet gaat dat op termijn ook wel effect hebben op hun eigen leven of hun studiekeuze of hoe zij in de wereld staan. Ja, ik denk dat het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel echt wel bruikbaar is in diverse cultuurprojecten. Uiteraard op maat van de school en ook een beetje van wat zijn onze vragen, waar willen we op inzetten, want het zijn ook een beetje visiekeuzes. Doorgaans kan door één of meerdere cultuurprojecten eigenlijk die theorie sterker aan de oppervlakte komen en dan eigenlijk zijn ingang vinden in het beleid, het cultuurbeleid van de school. En dat betekent in feite dat de school uittekent wat bedoelen we nu precies met cultuur, op welke manier kunnen we alle leerkrachten die ook vanuit hun professie als leerkracht ook cultuurparticipant moeten zijn. Hoe kunnen we die leerkracht daarop appelleren en hoe kunnen die leerkrachten allemaal samen, kunnen we als school samen met de directie eigenlijk een cultuurschool worden? Wat betekent dat en op welke manier vindt dat zijn ingang in de verschillende vakken, in de verschillende leergebieden? In de toekomst is het de bedoeling van wat de leerkrachten hier dankzij dat project opsteken en bijleren, dat ze dat ook gaan toepassen in de lessen. Dus de bedoeling is dat er echt wel ook vakoverschrijdend en kleine projectjes meer aan cultuureducatie gedaan wordt dan nu het geval is, want nu zitten we nogal dikwijls gebonden aan die leervakken, aan de leerplannen en dat is toch wel een rem om aan cultuureducatie te doen. Wat ik vooral geleerd heb in Cultuur in de Spiegel is die betekenisgeving. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Ik denk dat het in alle scholen mogelijk is, maar je mag het natuurlijk niet onderschatten. Want het is altijd zeer druk in een school en dat komt er allemaal bovenop. Dus je moet het echt wel, laat ons zeggen, in een planning van 2 jaar ver de momenten voorzien waar je aan dat project wil werken. We willen hen eigenlijk echt een keer buiten de schoolmuren trekken en de wereld van buitenaf binnen brengen in de hoop dat zij effectief zien hoe dat er buiten de school aan toe gaat. Ja, dat is de bedoeling. Cultuureducatie is eigenlijk ook een beetje, ik noem dat een beetje groeien in je mens zijn en ook openstaan voor hoe andere mensen cultuur beleven. Ik denk dat het echt een belangrijke stap is in het humaniseren, want humaniora gaat over het humaniseren. En via cultuureducatie, dat is gewoon de nagel op de kop om dat te bereiken.